Vanavond. Penelope in Twente. Wat vind je nou het leukste van prinses zijn? In bed liggen. Ik kan wel oefenen. Daar hoef je niet veel voor te oefenen. Nee. Ja. Is hij naar bed gegaan. Dus toen je hem bij mij gepakt, gevoed. Hallo! 3000 jaar geleden was er een verschrikkelijke oorlog aan de gang tussen de Grieken en de Trojanen. De Trojanen hadden de Griekse prinses Helena ontvoerd. En natuurlijk lieten de Grieken dat niet op zich zitten. Maar de twee legers waren even sterk. 10 jaar lang vochten ze om leven en dood. Maar er was nog steeds geen overwinnaar. De Grieken komen op en ze gaan paard bouwen. Ja. Oké, nou dan komen ze aan. Kom mannen! We hebben vandaag de benen van het paard erbij, dus die kun je uittrekken. Goed, Bart. December 92 heb ik begonnen. Hoe moeilijk is het om netjes te schilderen? Ja, op een leedjes moet je heel... langs de kant is heel erg moeilijk. Je moet precies op de andere kant gaan. Dat is hartstikke muur. De rest is allemaal makkelijk. François! Esther! Ja, hallo! Leuk. Gewoon hoofdrol spelen. Dat vind ik wel leuk. Vind je het niet moeilijk om de tekst te onthouden? Nee, ik vind het moeilijk niet. Maar dat gaat wel goed. Komt. Dat hele mooie meisje zit erin, hè? Het huis uit te krijgen. Ze doet een voorstel. Dag, ik ga wel. Dag, uit met trouwen. Dag, ja. Afgesproken. Noodlezen of hoe doen jullie dat? Nee, moet je gewoon goed nadenken. Als je dit goed gestudeerd hebt, 3-3-3 en dan 0, en dat is los, deze. En dan en die moet je goed instuderen. En dan doen we eerst de coconut tree. Coconut tree, dat is een van Joke Schenkel, een tekst en een muziek. Zij heeft speciaal muziek voor jullie geschreven? Ja.
Nou ja, ik weet dat jij ook bent. Maar is die een beetje te lang? Maar als je nou naar die rok kijkt, wat is dan het moeilijkste? Waar moet je dan goed aan denken? Een spelnoot te halen en nakijken of het van me wel recht is. En is die recht? Jawel. Wat doe je nou als die niet recht is? Uithalen. Voor wie is die jurk? Voor een prinses. Weet je hoe zij eruit ziet? Nee. Wat denk je? Ik denk wel mooi. Madison! Penelope! Madison! Penelope! Dames en heren, publiek, ik denk dat de tobbeldeutjes die elkaar zo lang niet gezien hebben, maar beter even alleen kunnen laten. Succes voor de theatergroep Chameleon, want alle voorstellingen in Enschede zijn nu al uitverkocht. En daarom is er op 16 november een extra voorstelling in Hengelo.